Wat was jullie motie die jullie vanavond hebben ingevoerd? We hebben samen met Progressief Sociaal Apeldoorn een motie ingediend om een kinderraad in Apeldoorn te gaan opstellen, zeg maar, of in te richten. Zodat kinderen ook in staat worden gesteld om mee te denken over beslissingen en voorstellen die ervoor liggen in de gemeente. En dat zij daar ook een advies over kunnen geven aan de gemeenteraad. Of zelf met plannen kunnen komen. En waarom is dat zo belangrijk? Je ziet dat in... ik heb bij verschillende andere gemeenten gezien dat ze succesvol zo'n kinderraad hebben ingevoerd. Dat is wel heel leuk om te zien. Dus als we dan plannen gaan, omdat heel veel plannen die we hier maken, hebben ook effecten op kinderen, zeg maar. En dan is het ook heel belangrijk dat zij ook mee kunnen denken. En het is ook heel leuk om te zien hoe actief zij dat oppakken. Dus dat leek me ook heel mooi om dat in Apeldoorn te creëren. Heb je daar ook een concreet voorbeeld van? Welke gemeente? En kan je ook iets noemen waarbij kinderen echt een bijdrage hebben geleverd aan een betere samenleving? Ja, nou, een gemeente die laatst mee is gestart is Deventer. En die hebben ook, die ligt een beetje aan verschillende gemeenten, gaan er verschillend mee om. Maar je ziet bijvoorbeeld bij Deventer dat er bij scholen zeg maar groepjes ontstaan die zelf plannen gaan maken. En die plannen dan vervolgens gaan presenteren in de gemeenteraad. En dan... Over? Over, ja, het kan van alles zijn. Dingen die een leefomgeving raakt. Dus je kunt nadenken over het instellen van een speelplek of zoiets dergelijks. Die kunnen daar plannen maken. En je ziet er ook vaak bij heel veel gemeenten dat dan het winnende plan wordt dan beloond, zeg maar, met een budget vanuit de gemeenteraad. Dus soms heb je dan dat de €1000 ter beschikking wordt gesteld om dan een plan uit te kunnen voeren. En op die manier worden kinderen wel in staat gedacht om serieus mee te denken. Ze leren hoe een stad bestuurd wordt, hoe een gemeente bestuurd wordt, hoe beslissingen tot stand komen. Leren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen en om iets uit te voeren dan. En voor raadsleden is het wel leuk om ook echt input te krijgen. Want kinderen kijken toch op een andere manier ook tegen vraagstukken aan dan volwassenen. Maar er werd ook gezegd, maar dan kunnen we voor iedereen wel, voor elke bevolkingsgroep een raad oprichten. Voor de bejaarden en voor de postduifhouders. Wat vindt u van dat argument? Nou, voor veel groepen gebeurt dat al. Want we hebben een WMO-raad en we hebben ook een ouderenraad. Dus ook bij verschillende vraagstukken worden die doelgroepen ook gehoord. En voor kinderen is dat dus niet het geval. Dus ik zou juist heel mooi vinden als we die stem wat sterker maken. Oké, maar helaas, uw motie is niet aangenomen. Wat waren nou de argumenten waarvan u dacht, inderdaad, daar zit wel wat in. Ik ben er wel mee eens. Nou, ik ben het niet mee eens. Ik vind het jammer dat dit niet is aangenomen. maar er gebeurt gelukkig al wel heel veel goeds in Apeldoorn. We hebben ook een project Jong in Apeldoorn. Dat ook jongeren eigenlijk betrokken worden bij besluitvorming. Daar zijn we ook heel blij mee. Ik denk dat een kinderraad daar een mooie toevoeging aan geweest zou zijn. Maar goed, zo helaas niet. Oké, dankjewel. Ja, maar goed.